De districtscommissarissen die hebben onlangs hun districtsplannen overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De overhandiging vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie in aanwezigheid van de directeur, onderdirecteuren en ondervoorzitters van de districtsraden. De districtsplannen worden opgemaakt nadat de verschillende resorten hun resortsplannen hebben ingediend bij de districtsraad van het desbetreffend district. We weten ook dat in de maatschappij en de samenleving nu stemmen opgaan over het nut en waarom we zaken blijven opstellen en die toch niet worden uitgevoerd. Wij blijven geloven dat het wel kan. We hebben ook gezien dat de hoorzittingen eigenlijk een bepaalde draai hebben genomen die meer richten op zaken die regulier zijn. Dus ik wil van deze forum gebruik maken om aan te geven dat de districtsplannen zoals de wet dat voorschrijft, het meer te maken heeft met de ontwikkelingsrichting en niet te maken heeft met de hoe dat dit is opgehaald of whatever. Maar meer dat de burger, de samenleving kan meedenken, mee bepalen de ontwikkelingsrichting van een district dan wel het bestuursresort. De opstelling van deze plannen is voorafgegaan aan hoorzittingen die gehouden zijn in alle resorten van de districten. Tijdens deze hoorzittingen werden door de bewoners projecten of zaken aangehaald die zij aangepakt of verbeterd willen zien in hun resort. Deze bijdrage van de burgers is vervolgens verwerkt in de districtsplannen.